Welkom bij een nieuwe aflevering van chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar verhoudingsformules van zouten, hebben we al eerder gedaan, maar nu kijken we hoe dat eruit ziet met samengestelde ionen. Hier hebben we wederom een setje opgaven. We hebben hier ook weer onze tabel uit het boek. De eerste opgave is, we moeten de formule geven van zilvercarbonaat. Nou, dan zoeken we op wat de lading is van een zilverion en dat is Ag+. En carbonaat, dat is CO3 2-. Min, zo. Nou, als we hier een formule van moeten maken, dan moeten we evenveel plussen als minnen hebben, zoals we al gewend zijn. Dus dat betekent dat we twee keer Ag+ moeten nemen, want dan hebben we twee plussen tegenover CO3 2-. Dus de formule wordt Ag2CO3. Dan de tweede, calciumhydroxide. De calciumionen zijn 2+. De hydroxide-ionen die zijn 1-. En dan moeten we dus twee keer OH- nemen. Dus dan krijgen we twee keer OH-. Dan krijgen we CaOH2. En nu moeten we even iets nieuws bekijken. Die 2, het lijkt nu net alsof die 2 alleen maar bij de H hoort. Maar die 2 hoort bij het hele samengestelde ion. Om aan te geven dat die 2 zowel bij de O als bij de H hoort, zetten we daar haken omheen. Dus het wordt CaOH2-, dus met haken om die OH-. Op die manier geven we aan dat we van het samengestelde ion meerdere aantallen hebben. Nou, de volgende, ijzercarbonaat. Van ijzer zijn 2 mogelijkheden, in dit geval 3+, omdat in de naam een Romeins cijfer 3 staat en het geeft aan wat de lading is van het deeltje wat ervoor staat. In dit geval dus ijzer. IJzer 3+, met carbonaat wederom, dus CO3 2-. Nou, in een eerder filmpje heb ik je al een trucje laten zien. Je neemt evenveel positieve deeltjes als de lading van de negatieve. Dus dat zijn er in dit geval 2. Dan heb je 2 keer 3 is 6+. En je neemt van het carbonaat evenveel ionen als de lading van het positieve ion. Dus dat zijn 3. 3 keer 2-, samen 6-. Dan wordt de formule dus Fe. En daar hebben we er 2 van. En het carbonaation CO3, daar hebben we er 3 van. Nou is het net alsof er staat Fe2CO33. Maar dat is natuurlijk niet wat we bedoelen. We bedoelen dat die 3 zowel bij die O'tjes als bij die C hoort. Hè? CO3, daar heb je de 3 van. Dus ook hier moeten we weer haakjes gebruiken en krijgen we dit. Goed, tot slot ammoniumsulfaat. Ammonium is ook een samengesteld ion, alleen een positief samengesteld ion, NH4+. En die hebben we samen met sulfaat, SO4 2-. Nou, dan moeten we 2 keer NH4+ nemen, dan heb je samen namelijk 2+. We nemen 1 keer SO4 2-, dus dan wordt de formule NH4... En daar hebben we de 2 van. Haken eromheen, zodat die 2 duidelijk bij zowel de N als de H hoort. En SO4. En daar hoeven geen haakjes om, omdat daar geen cijfer bij hoeft, omdat het er maar eentje is. Op deze manier geef je dus verhoudingsformules van zouten met samengestelde ionen. Dus let goed op wanneer je die haakjes moet gebruiken, want anders is het fout. Goed, ik hoop dat je wat geleerd hebt vandaag en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.